Goedemorgen, dag 4 van de Land Rover Experience Tour 2017 in Peru. Ik sta aan het strand van Pisco, althans een soort privéstrand van Pisco, want hier hebben we overnacht eigenlijk in the middle of nowhere in de woestijn. Hier achter mij staan alle discoveries en een heleboel tentjes, want dat was onze overnachtingsplek voor vannacht. Ik zal jullie even mijn onderkomen laten zien. Het was een privékamer met uitzicht. Nou ja, ik heb hem even verplaatst vannacht. Het was met uitzicht op op de deur van de Discovery. Ja, in dit tunneltje lag ik vannacht. Het geluid van de zee op de achtergrond, een generator en nog wat mensen die het laat hebben gemaakt. Het is nu een uurtje of 6 's ochtends. Het zonnetje breekt er langzaam doorheen in de verte. Dit is overigens het geïmproviseerde toiletgebouw. Ik zie veel mensen al hun tentjes uitkruipen. Want vandaag zullen we de laatste meters maken met de Discovery. Het wordt een tocht over het strand, langs de kustlijn, terug naar Pisco. Dus ook nog even achter op deze Dodge Ram met zijn dikke Cummins diesel gezeten. Dat was ook wel een belevenis om even wat beelden te schieten. En deze quad die cirkelde eigenlijk de hele tijd een beetje om ons heen. En deze meneer die bestuurde hem en dat deed hij niet onaardig. Maar het schijnt ook dat dit een voormalig kampioen is. Dus het is geen prutser. Dat is duidelijk. Kijk, zo ziet een Cummins diesel er van dichtbij uit. We komen in de buurt van het eindpunt. En blijkbaar is er weinig los zand meer op de route. Want de banden worden weer teruggebracht op op de oorspronkelijke luchtdruk. Compressortjes draaien op volle toeren. Ja, en dan rijden we straks naar een lunchstop. En dan vanaf daar worden wij naar de airport gebracht. En daarmee is deze Land Rover Experience Tour 2017 door Peru ten einde. Helaas, dat gaat toch altijd weer sneller dan je denkt en dan dat je hoopt. We rijden nog een klein stukje door, dan vliegen we van Pisco naar Cusco. En ja, wat we daar precies aantreffen weet ik nog niet, maar we moeten het in ieder geval zonder de Discoveries stellen. Ik denk dat ik misschien even daar de straat op ga om te kijken wat de Peruvianen zoal rijden. Natuurlijk altijd leuk om een kijkje in de lokale keuken te nemen. Maar wat betreft de Land Rover Experience is het klaar. Ja, dat was hem. Het was een fantastisch avontuur. Ik had persoonlijk erg uitgekeken naar de jungle. Om lekker te baggeren daar. Maar goed, dat ging dus niet, helaas. Maar deze fantastische trip door de duinen, door de woestijn. Maakte het ook meer dan goed. Fantastische ervaring. Ze zijn nu al bezig met de trip van over 2 jaar. Waar die naartoe gaat, ja, dat is nog even de vraag. Maar mochten ze nog vrijwilligers zoeken, ik weet er nog wel eentje.